op de zevende editie van het Zonsweek Open. We zijn er erg blij mee om hier weer te mogen verwelkomen. Het is voor ons elke keer weer een erg mooie uitdaging om dit te kunnen organiseren. Maar zonder uw deelname is het gewoon niet mogelijk om dit evenement neer te zetten. Ik geef u graag het woord aan burgemeester Pauline Krikke. Waarvoor wij natuurlijk erg dankbaar zijn dat zij bereid is om dit toernooi te openen. Daarvoor hier naartoe is gekomen. Ik geef het woord aan u. Dank u wel. Goedemiddag allemaal. En wat zien jullie er weer sportief uit? Nou, jullie staan ook echt te trappelen om te beginnen. En om ons prachtige park van werkelijk alle kanten weer te bekijken. Sommige van jullie kom ik hier ook wel eens tegen met de hond. Dan weet ik dat jullie hier wel vaker lopen. Maar voor anderen zal weer blijken dat Arnhem stukjes heeft die zo mooi zijn dat ze waard zijn om vaker te bezoeken. Ik doe deze opening met ontzettend veel plezier. De juniorkamer heeft weer alle energie erin gestopt om dit te kunnen organiseren. En ik denk dat dat aan het begin hiervan zeker van u een applaus waard is. U hebt net de eerste afslag gedaan. Waarom hebt u als burgemeester de afslag gedaan? Dat ik dit een heel goed initiatief vind. De juniorkamer organiseert Zonsbeek Open, ook al 7 jaar. En heel veel Arnhemmers en mensen van buiten Arnhem komen dan in ons prachtige park golven. Dat is natuurlijk heel bijzonder, want meestal kan je er alleen maar wandelen en andere dingen doen. Een beetje in de zon liggen. En dat je er nu ook kan golven, maakt dat heel veel mensen kennis maken met het park. Maar het goede doel is echt belangrijk. Het Johanna Kinderfonds zorgt ervoor dat kinderen die met een beperking zijn geboren of die later een beperking hebben gekregen, toch zo in de samenleving kunnen functioneren. Dat ze kunnen sporten of dat ze ook een keer een weekend weg kunnen. Kortom, dat ze een betere plek voor zichzelf in de samenleving krijgen. En het Jan Kinderfonds heeft weer bedacht dat deze opbrengst specifiek is voor rock- en rolstoelproducties. En dat is waar heel veel jongeren met een beperking in Arnhem muziek maken, theater maken. En op een manier die echt recht uit het hart komt. En zorgt dat je als publiek echt boven op de stoelen en de banken zit. En het mooie is dat als mensen een voorstelling maken, wie dan ook, dat dat heel erg goed is voor je zelfvertrouwen. Dus al die dingen samen maakt dat ik het heel fijn vind om deze eerste afslag gedaan te hebben. Doet hij al mee? Ik doe voor de eerste keer mee. Ik heb nog nooit Zonsweek Open gespeeld, maar ik hoorde ervan en ik dacht, dat is leuk. Wat trekt u eraan? Nou, ik ken Zonsweek al sinds mijn jeugd. Ik ben hier geboren rond het park. En ik ben 10 jaar geleden begonnen met golven en het leek me ontzettend leuk om hier eens te spelen. Wat denkt u dat er anders aan is? De banen zijn wat korter. Maar de omgeving is mooier dan een normale golfbaan. En het doel is goed. En ook een gezellige dag? Ja, vast. Ja, ik ken natuurlijk niet al mijn flightgenoten, dus gaan we eens gezellig mee praten. En is het ook een beetje om te netwerken? Of, Ja, zeker. Ja, ik ben pas 1 jaar geleden hier in de omgeving komen werken. Dus ik ken nog niet zoveel mensen. En dan is netwerken erg leuk doel. Hoe vindt u het tot nu toe gaan? Ja, het is fantastisch. We hebben al heel veel loodjes kunnen verkopen. We zien dat alle flights zijn uitverkocht. Dus dat betekent dat er een heleboel mensen inderdaad ons als goed doel een warm hart toedragen. En dat is heerlijk om te merken.
En extra publiciteit op deze manier. Ja, en dat hebben wij ook heel hard nodig. Het Johanna Kinderfonds is een fonds wat eigenlijk dit jaar 110 jaar al bestaat. En we vinden het eigenlijk heel belangrijk dat meer mensen van ons werk kennis nemen. Dus ja, als je op zo'n manier die publiciteit kan opzoeken, dan vang je eigenlijk twee vliegen in één klap.